Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het dinsdag. Vandaag is dag 2 van onze vakantie op de Veluwe. Dus we gaan weer heel wat avonturen beleven vandaag. We gaan zo meteen op de fiets richting Apeldoorn. En dan gaan we kijken of we daar een paar leuke avonturen kunnen beleven. Maar voor we daaraan gaan beginnen, gaan we eerst even wat nieuws lezen. Dus laten we beginnen. Albert Heijn is maandag begonnen met een proef waarbij een robot als bezorger van bestellingen wordt ingezet, schrijft onder meer RTL Nieuws. De supermarktketen laat op de high-tech campus in Eindhoven een wagentje rijden dat zelfstandig boodschappen kan bezorgen. Studenten en medewerkers op het terrein kunnen bestellingen via een app plaatsen. Albert Heijn test de robot tot volgende week vrijdag. Het wagentje wordt door Albert Heijn medewerkers van de to-go-winkel op de campus gevuld. Daarna rijdt de robot naar de bestemming waar kopers hem kunnen uitladen. De bezorgrobot wordt door het Duits-Zwitserse bedrijf Teleretail gemaakt en kost tussen de 50.000 en 100.000 euro. Damn. Maar ja, wat verwacht je? Het is een nieuwe high-tech bezorgrobot. Naar verwachting zal de prijs van de robots in de toekomst dalen naar zo'n 10.000 euro per stuk. Duidelijk. Het wagentje is voorzien van camera's en sensoren om te kunnen navigeren. Het haalt een snelheid van zo'n 8 km per uur. Omdat de robot volgens de wet niet op de openbare weg mag rijden, vindt de proef alleen plaats op de high-tech campus in Eindhoven. Vooralsnog gaat het om een kleinschalige test. Het is niet bekend of en wanneer Albert Heijn de robots op grotere schaal wil inzetten. In het buitenland werkt bijvoorbeeld Amazon al enkele jaren aan autonome bezorging. Het bedrijf wil bijvoorbeeld drones inzetten om pakketjes af te leveren. Pizzaketen Domino's gebruikt in 2017 bezorgdrones in de Duitse stad Hamburg. Ja, Rhino's, de toekomst begint zich steeds meer te ontwikkelen. Met bezorgrobots, bezorgdrones, dit en dat. En dat is allemaal wel leuk en aardig, maar je moet niet alleen de positieve kanten van dit soort toekomstuitvindingen bekijken. Dat vind ik tenminste. Maar genoeg daarover. We gaan vandaag proberen om er een mooie dag van te maken. We gaan lekker wat avonturen beleven. En ik zie jullie later. Zo, Rhino's. Dit is echt een mooie ouderwetse stoomtrein hier al. Oh. Dat zie je niet elke dag. Oh, hij vertrekt weer. Goeie reis. Zo, mijn ouders en ik zijn nu in hartje Apeldoorn. We hebben een fietstocht van, ik geloof, 15 tot 20 kilometer ondergenomen om hier vanaf onze vakantiebestemming te komen.
We zijn even langs de Burger King geweest hier in Apeldoorn. Was echt een mucho mucho. Echt een aanrader. Heel lekker. En nu zitten we te wachten tot mijn vader bij Schoneberg vandaan komt. En dus dacht ik zo van, ik kan hier wel eventjes vloggen. Het is best fijn hier om hier te zitten. En dan kan ik mooi kijken naar al het verkeer dat langskomt. Zoals de bussen die van het station komen. Mensen die langslopen en fietsen. En in het algemeen gewoon een beetje de sfeer innemen. De stad heeft namelijk wel een beetje een soort sfeer die me aanspreekt. Niet dat ik in de stad wil wonen. Ik bedoel, ik heb het in Sint-Nicolaas, ga prima naar mijn zin. Maar zoals ik zeg, de stad heeft wel een beetje een sfeer die mij wel aanspreekt. Nou goed, als ik verder nog wat interessants zie voor jullie vandaag, dan laat ik het jullie weten. Zo, Rhino's. Ik verveelde me, dus ik besloot om even een rondje te gaan fietsen over de Veluwe. En kijk eens hoe mooi het hier is rond dit tijdstip. Het geeft wel een mooi sfeertje zo. De zon is zo goed als onder, maar de lucht is nog wat helder. En allemaal bos en heide en wat dan ook maar. Echt een schoonheid, al zeg ik het zelf. Ik geloof dat ik ook heel wat wilde beesten heb zien rondrennen en lopen. Ik bedoel, ik kwam in de paar kilometer die ik al heb gefietst heel wat overstekend wild tegen onderweg. Nou goed, we gaan onze fietstocht vervolgen en kijken of we nog wat mooie dingen kunnen zien. Laten we het hopen. Zo, Rhino's. Vanaf hier hebben we veel beter beeld over deze mooie vlakte. En daar in de verte staat een dier. Ik zal wel even inzoomen. Zie? Het is een dier. Jullie kunnen het misschien niet zo goed zien, maar hij staat er wel. Ik weet niet wat voor dier het is, maar dat is ook niet belangrijk. We laten hem gewoon met rust, zodat hij zich lekker met zijn eigen zaken kan bemoeien. Ik bedoel, als ik me met mijn eigen zaken bemoei, doet dat beest het ook. Kijk eens wat een schoonheid vanaf hier. Prachtig, al zeg ik het zelf. Nou goed, ik vervolg nu mijn fietstocht en dan zie ik of ik verder kan komen op mijn fietstocht. Zo, Rhino's, ik ben weer terug van mijn fietstocht. En ik geef eerlijk toe, ik heb iets heel doms gedaan. Ik maakte de fout om in het donker over de Veluwe te gaan fietsen. In mijn eentje. Mijn ouders konden me via onze Live 360 geroep niet echt meer vinden. Maar ja, midden in het bos dan valt je mobiele data ook weg. En dan kunnen ze je niet meer volgen. Maar door contact te houden met de telefoon en hetzelfde pad hoe je gekomen was weer terug te fietsen, kwam ik weer terug in de bewoonde wereld. En uiteindelijk vonden mijn familie en ik elkaar ook weer terug.
Maar in ieder geval, Rhino's, het moraal van het verhaal is: ga nooit alleen in het donker over de Veluwe fietsen. Dat kan namelijk fout aflopen. Mij is in ieder geval niets onvoorkomen, maar het had ook anders kunnen aflopen. Dus laat dit een wijze les voor jullie zijn, Rhino's. Nou goed, als ik vanavond nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Zo, daar was ik weer. Ik wil namelijk even met jullie praten over iets, ja, iets heel erg doms dat de oven afgelopen dagen op het internet heeft rondgedwaald. Oké, dus op Facebook is er de afgelopen dagen woord rondgegaan over dit Storm Area 51 evenement. En voor degene die niet weten wat Area 51 is. Area 51 is een topgeheime militaire basis in Amerika. Ongeveer zo'n 80 meter ten noordwesten van Las Vegas, Nevada. En door de jaren heen zijn er allemaal soorten complottheorieën gaande geweest over Area 51. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat ze daar in Area 51 aliens vasthouden, UFO's. En dat ze met allerlei soorten gekke technologieën daar bezig zijn. En een paar dagen geleden ongeveer, hè, heeft iemand een evenement op Facebook geplaatst over dat ze Area 51 willen bestormen. Dit evenement is overduidelijk een grap. Ik bedoel, 95% van de mensen die snappen ook wel dat het een grap is. Ik bedoel, je kunt al van de evenementsomschrijving zien dat het een grap is. De evenementsomschrijving zegt namelijk ongeveer zoiets van: let's Naruto run to the base and their bullets can't stop us all. They can't stop us all, dat soort dingen. Maar het ding is, het Amerikaanse leger heeft hier nu op gereageerd. En ze nemen dit heel erg serieus. Nou ja, serieus nemen. De meeste mensen binnen het leger snappen ook wel dat dit een grap is. Maar de reden dat het Amerikaanse leger dit statement maakt, is omdat er heel wat gekke mensen op internet zijn. En er zouden echt mensen kunnen komen opdagen voor dit evenement. Ik bedoel, zo'n 1,1 miljoen mensen hebben gezegd dat ze bij dit evenement aanwezig zouden zijn. En 1,3 miljoen mensen hebben interesse. Zoals ik heb gezegd, 95% van de mensen weten dat dit maar een grapje is. En dat soort dingen. Ik bedoel, er zullen zeker geen 1,1 miljoen mensen komen opdagen bij Area 51. Maar zoals ik zeg, het zou zomaar kunnen dat er een paar mensen gek genoeg zijn om daar naar Area 51 toe te gaan.
Laten we zeggen dat er een paar honderd mensen komen opdagen voor dat evenement. En ze gaan echt Area 51 bestormen. Het leger en de soldaten die daar in Area 51 werken, die zijn getraind om mensen buiten te houden. Die zijn gemachtigd om dodelijke kracht te gebruiken. En die zouden al deze een paar honderd mensen kunnen doden om de basis te beschermen. En dat is waarom waarom het Amerikaanse leger zegt dat dit niet is om te lachen. En dit is ook niet om te lachen. Tenminste, ik vind het niet om te lachen. Ik bedoel, ik snap dat het een grapje is. Maar het is niet om te lachen. Want zoals ik al heb gezegd, er hoeven maar een paar honderd mensen die gek genoeg zijn om echt bij dat evenement aanwezig te zijn, naartoe te gaan. En dan hebben we complete wanorde. Dus wat vinden jullie van dit evenement? Laat het me weten in de reacties. Zo, Rhino's, ik ben de hele nacht opgebleven. Dus ik vind dat het tijd is voor mij om even naar bed te gaan en te proberen wat slaap te pakken. Dus hier sluiten we de vlog af. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale marihuana kan roken. En abonneer gelijk op mijn kanaal hier beneden. En ik hoop jullie weer te zien bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later!